Ik ben Jeroen Schuur, 51 jaar oud en ben op dit moment voorzitter van de Alliance Harderwijk. En we staan hier in de hoedanigheid van het Dicté, wat we organiseren ter behoeve van het goede doel, de boekenpret. En dat houdt eigenlijk in dat er geld wordt besteed aan kinderen, om ze te stimuleren, jonge kinderen, om te lezen. Maar daarbij dan ook begeleid worden door hun ouders. En waarom dit doel gekozen? Nou, het lijkt me een toepasselijk doel, ook geënt zeg maar, aan het Dicté. En ja, lezen is toch een groot genot en brengt een hoop geestelijk genot. En omdat er eigenlijk steeds minder gelezen wordt, wil je toch het oude goed hierbij faciliteren. Ja. Well, that's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama. Just any way you do. That's alright. That's alright. That's alright now, mama. Any way you do. Well, mama, she don't told me. Papa don't told me too. Son, that girl you're fooling away. She ain't no good for you. That's alright. Een beetje voorbereid? Ja, een beetje vanmiddag. Ik zou het moeilijk vinden. Ik zou het niet eens aandurven. Ik ben als de dood dat ik verschrikkelijk veel fouten maak. En jij? Dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren, ja. En daar ben je niet bang voor dus? Ik schaam me niet. U gaat meedoen met het grote Dicté? Ja, dat ga ik meedoen, ja. Nou, wat is de naam? Yvonne. Nou, Yvonne, hoe heb jij je eigen voorbereid? Helemaal niet. Dus het wordt een grote verrassing. We gaan het gewoon proberen. We doen met het team mee en het lijkt me ontzettend leuk om mee te doen. Dus, en dan zien we wel waar het eindigt, toch? Nou, geweldig. Een mooie instelling en zo hoort het ook. Nou, heel veel succes. Ja, dat is helemaal goed. We zijn met de fractie in ieder geval vertegenwoordigd en het bestuur. Dus we zijn als het goed is met 6 man vanavond. Namens de CDA. Maar bent u een beetje goed in Nederland? Over het algemeen wel. Ik kan wel makkelijk schrijven, maar... Dan is het natuurlijk nog wel eens van, schrijf je het allemaal goed? En dat zullen we testen vanavond. Veel succes! Heeft u zich voorbereid of u bent gewoon een goede schrijfster? Ik heb me niet voorbereid. Ik laat het gewoon over me heen komen. En ik zie wel wat het wordt. We doen met 3 of 4 mensen mee van een koor. Dat is heel mooi. Ja, zingende koorleden die ook nog schrijven kunnen. Ja, zo is het. Zo is het. Namens de bibliotheek doen jullie mee, begrijp ik. Hebben jullie eerder meegedaan? We hebben vorig jaar met een team ook meegedaan. Ja, dat klopt. Hoe ging het toen? Fantastisch. Echt heel goed. Heel goed. Je gaat dan in één keer nadenken van waar moest die trema komen te staan? Was het op die eerste, die tweede of die derde E? En of verbindingsstreepje wel? Of begin het dan weer met een hoofdletter? Of ja, weet je, dat... En zulke soort dingen denk je niet over na wanneer je een simpel brief schrijft of een e-mail of aan het praten bent. Dus dat... Ja, dat is wel even een hele andere koek, ja. Ik hoorde in het Roddelscircuit, er doet een koor mee. Nou, er kan er maar eentje zijn, daar hoort u bij. Afslag Harderwijk. Nou, geweldig. Onder leiding van Martin Glas, helemaal leuk. En heb je er zin in? Vind je het niet moeilijk zo'n dicté te moeten schrijven? Nou, weet je, ik heb de leeftijd. Ik denk, het maakt allemaal niks uit of ik het goed of niet goed doe. Fouten maken mogen we, hè? Ja, daarom. Dan moeten we gewoon om lachen. Het is 60 jaar geleden dat ik op de lagere school zat, dus... Veel verwachten doe ik niet. Jullie zien mooi in het pak uit. Ja. Is daar een reden voor? Wij vertegenwoordigen de Rooms-Katholieke Studentenvereniging Albertus Magnus uit Groningen.
En waarom zit er een Rooms-Katholieke studentenvereniging uit Groningen hier in het college? Nou, omdat wij onze roots hier hebben liggen. We hebben hier nog ons diploma gehaald, een paar jaar geleden. En de vader van Bram die organiseert vanavond ook hier het dicté. Dus die heeft ons uitgenodigd. U zit dus nog een klein beetje voor te bereiden op de telefoon? Zeker, ja. Even de laatste spellingsregels controleren. En nou, vertel het maar, heb je er zin in? Heb je voorbereid? Nee, natuurlijk niet. Gewoon blanco erin gaan. En dan, ja, dan gaan we het zien. Heel spannend. Wij zijn de docenten van het college. Ja. Er zijn er nog meer hoor, maar die zijn niet hier. Nou. Met hoeveel gaan jullie meedoen? Docenten? Twee docenten, meen ik. Ja. En drie leerlingen. Wat? En heel veel docenten van de sectie Nederlands gaan corrigeren. Dus het correctieteam staat ook uit docenten van, van school. En de rector van de school is voorzitter vanavond van het groot dicté. Dus de school is er flink vertegenwoordigd. Ja. Wat voor vak doseert? Nederlands. Ja. Kijk, ja. Daar heb ik hele hoge verwachtingen. Dat snapt u niet. Ja, want een collega van ons, Willy Timmer, die heeft vorig jaar gewonnen. En toen zat ik naast haar. Dus ik had iets meer moeten spieken blijkbaar bij haar. Maar toen was ik redelijk succesvol. Dus ik ga natuurlijk voor de eer vanavond. Ik heb straks de regeltjes even doorgelezen. Nou schijnt dat spieken niet mag. Oh ja, nee, maar docenten weten natuurlijk een beetje hoe dat werkt. Hoe je dat kan omzeilen en zo. Nee, dat mag natuurlijk niet. Nu ben ik van voor de wetswijzigingen in de taal. Ik denk dat je dat zelf ook meegemaakt hebt. Is het nou lastig die nieuwe regels toe te passen? Nee, ze zijn juist iets makkelijker geworden. Omdat het dan juist iets logischer is geworden nu. Dus er zijn minder uitzonderingen. En pannenkoek is nu logischer, omdat het gewoon meer fout op pannen is bijvoorbeeld. Dus, yeah. Ik ben Annelies Mol en ik werk hier op het Nasse Veluwe College. En ik help bij het nakijken van de dicté. Oh, dat is geweldig. Nakijken, u mag de dingen fout rekenen. Ik mag de dingen fout rekenen. Ik hoop niet te veel natuurlijk. Loopt het een beetje? Is er een beetje inschrijving? We komen als het goed is vandaag op 75 deelnemers in totaal. 75, dat kan op zich een heel mooi bedrag gaan opbrengen. Als het goed is zal dat een behoorlijk bedrag opbrengen. We denken alleen al aan inschrijvingen, zo'n €1500. En u zit hier met vier man achter de tafel. Wat doet u nou allemaal precies? Die vraag stel ik even aan u. Nou, we controleren wie er binnenkomt of die ingeschreven is. Of ze betalen, contant of ze maken per bank over. Nou, dat, gewoon even kijken of iedereen er is. En nu komen er nog een aantal als het goed is. En het is 7:45, dus moet opschieten nu. Ja. Heb je een beetje voorbereid? Ik heb wel het dicté van vorig jaar even doorgelezen inderdaad. Ja, maar dat is de enige voorbereiding die ik heb gedaan hoor. Dus vorig jaar hebben jullie allebei al meegedaan? Ik nog niet. Nee, nou, dan kun jij vertellen hoe de ervaring van vorig jaar was. Hoe kwam je met een beetje fouten naar huis? Of, Nou, dat was op tv, hè? Het nationaal dicté. Dus niet het dicté zeg maar hier, maar het groot nationaal dicté. En dat is goed bevallen? Dat is er goed gegaan. Ja, wel wat foutjes hoor. Dus het zal niet foutloos zijn vanavond. Nou, ik wil weten hoe het staat met de dokters in Harderwijk. Kunnen die ook een beetje schrijven? De dokters schrijven? Man, ik heb ze eindeloos benaderd, maar ze doen niet mee hoor. U bent de enigste? Ik ben de enige en ik schrijf niet mee. Ik had graag meegedaan, maar ik moet voor de presentatie zorgen straks. U heeft een hele speciale positie volgens mij vanavond. Nou, speciaal. Ik ga de tekst voorlezen voor de gewone mensen die het leuk vinden en voor het goede doel hier zijn. En tegelijkertijd voor de dictaat-tijgers, mensen die uit heel Nederland en Vlaanderen hier naartoe komen. Om de echt absurde woorden die in de tekst zitten goed te kunnen schrijven. Ik denk dat u de enige bent van ons hier die de tekst al gezien heeft. Klopt dat? Ja, nou, we zijn met z'n tweeën. De schrijver van de tekst. En ik ben de voorlezer. Het gaat ook, het goede doel is lezen en schrijven. Dus dat komt mooi uit. Ja. Er staan woorden in waar ik nog nooit van gehoord had. Oei, dat belooft dus niet heel veel goed. Nou, dat belooft dat het spannend wordt, denk ik.
Wat vond u ervan? Lastig als altijd. Er zijn wel weer woorden waar je nog nooit van gehoord hebt en dan moet je maar verzinnen hoe het eruit komt te zien. En ook een paar keer toch wel op een kladblaadje maar schrijven wat ziet er het beste uit en dan maar hopen dat het goede antwoord is. Woorden als ubiquitair, ja, ik gebruik ze in het dagelijks leven niet en ik hoop ze ook nooit nodig te hebben. Ga je opzoeken wat het betekent? Ja, dat soort woorden wel. Dat zijn toch wel mooie dingen. En kwant, misschien ben ik wel een kwant, ik weet het niet. Maar het is leuk om dit zo mee te maken en ook daarin wel wat aan je taalvaardigheid te werken. Maar in de dagelijkse praktijk zijn het toch woorden die wat minder gangbaar zijn. Laat ik het maar... Zeg het maar, hoe vond u het? Nou, de eerste indruk dacht van, het is te doen. Maar nu ben ik het aan het nakijken en ik denk dat ik iets van zeker 20 fouten heb. Dus, nou, dat mag, hè? Nou, dat weet ik niet. Hij mag het toch fouten maken? Dat is waar, maar je gaat ermee, je gaat erin zo van, dat moet te doen zijn. Hè? Ik heb ook best wel wat geoefend van tevoren. En dan kom je hier woorden tegen, maar er zitten ook wel woorden bij. En dan denk ik van, hoe heeft hij ze bedacht? Ja, mooi, geweldig. Maar het mooiste is dat we hier samenkomen met z'n allen. En ook nog voor het goede doel. Het geld gaat weer naar de samenleving. Dat is waar. Nee, dus dat is natuurlijk ook de insteek waarom we dat ook willen gaan doen. Of wilden gaan doen als CDA-fractie. En dat is sowieso het doel van meer mensen aan het lezen te krijgen. Dus de laaggeletterden ook daarin te stimuleren. Van ga lezen, ga meer daarover aan de weet komen. Dus ja, sowieso, daar staan we natuurlijk helemaal achter. Ik zie dat u dictée-specialist genoemd wordt. Wat mag ik me daar precies bij voorstellen? Nou, in het algemeen wordt als uitgangspunt genomen dat je dan minimaal 10 dictées, wedstrijddictées per jaar moet maken. Waar dan ook in Nederland of in België. En dat doet u? Ja, ik kom wel aan de 10, ja. Zeker wel. Ja. En dat betekent waarschijnlijk ook dat u er goed in bent? Ik heb een redelijke kennis van de Nederlandse taal, maar wat ons hier vanavond gegeven is, ik zou haar zeggen, lusten de honden geen brood van. Want het was evenals vorig jaar exceptioneel moeilijk. U bent ook dictée-specialist? Nou, ik ben meer liefhebber dan specialist, maar ik word wel bij de specialisten ingedeeld omdat ik wel vaak aan dictées meedoe, omdat ik het leuk vind om mee te doen. Maar specialist, ik zit met semi-specialist misschien. En reist u het hele land en Vlaanderen daarvoor af? Nou... Ik woon in Twello, dus ik blijf een beetje in de buurt als het mogelijk is. En als er een goede treinverbinding is, dan wil ik nog eens een eind weggaan. Ja. En hoe is dat voor u? Iets anders. Ik woon in het zuidwesten van Nederland. Ik ga natuurlijk niet aan dictées in Groningen meedoen. Ik hou zoals maatstaf dat ik ongeveer 100, 150 kilometer van huis rijd. Dan vind ik het eigenlijk wel mooi. En dan zit ik dus in de helft van Nederland en in een stuk van België. Het leukste is altijd nog... De instinkers, waarvan je denkt, verrek, dat had ik eigenlijk moeten weten. Eén woord bijvoorbeeld, het woord klein krijgen. Iedereen gebruikt het elke dag. Maar moet je het met of zonder een spatie schrijven. En ik ben op dit moment even benieuwd naar wat de oplossing is. Nou, zeg het maar. Ja, eitje. Dus we gaan jou straks terugzien op de uitslag? Nee hoor, het viel me echt tegen. Ja. Als ik de tekst hoorde, dan dacht ik, ben ik blij dat ik niet achter zo'n tafeltje zit. Hadden wij nog de makkelijkste versie hier al, hè? Dat we niet alle hele moeilijke woorden in hoefden te vullen. Ja, maar ik zag het. Je met sommige teksten was al volgevuld en de woorden moet je dan opschrijven. Maar je wordt wel geconfronteerd met jezelf. Want sommige woorden hoor je elke dag, maar als je dan bij nadenkt hoe je ze schrijft, dat is even een hele andere koek. Nou, wij hebben hier het genoegen om in gesprek te zijn met de schrijver zelf. Waar heeft u het in vredesnaam vandaan gehaald? Ik heb een vrij slecht karakter. Wilt u dit toelichten? Dan onthoud je dat soort dingen. En, ik doe zelf nog alles mee aan dictée-wedstrijden. En dan, ja, je pikt overal woorden op en die hou je een beetje bij. En ik vind het ook leuk als ik ergens een heel raar woord lees, zoek het altijd even op. En soms denk ik, als ik daar een ander woord aan vastplak, dan wordt het echt moeilijk. En dan komt het in zo'n tekst. Kent u alle woorden die u heeft gebruikt? Of heeft u volgens sommige deelnemers het woordenboek eerst doorgebladerd en vervolgens daar een paar zinnen van gemaakt? Nee, dat gaat zo. Je schrijft een verhaal waar je achter staat. Dus mijn idee is van, wees niet zo bang om een grapje te maken. Want je haalt daar dingen mee, maak je mee los waar je wat aan hebt. Mensen kunnen vertellen wat ze dwars zit. Je haalt boven tafel dat mensen ruzie met elkaar hebben. Dus dat verhaal maak je eerst. En dan hang ik daar, dat is een soort kerstboom. En dan in de loop van, ik doe er maanden over. Dat ligt ergens en dan af en toe kijk ik weer eens naar. En dan hang ik daar kerstballen in. Nee, zo'n idee is vrij snel geboren.
En een verhaal waarom ik humor leuk vind, is dat staat ook vrij snel op papier natuurlijk. En dan heb je twee kantjes en dan weet je van nou, daar moet de helft af eigenlijk. En er moeten dan nog moeilijke woorden in komen. Dus je gaat de dingen die je makkelijk hebt opgeschreven daarna moeilijk maken. En volgend jaar zou u dit weer graag willen? Wellicht wel, ik vind het heel leuk. Het is ook een belangrijk goed doel. Dat laaggeletterdheid, ja, dat betreft 1,5 miljoen mensen die een simpel formulier niet kunnen begrijpen. En die tekortkomen bij alles, van sollicitaties tot aan verkiezingen. En dat gaat van ouders op kind over. En dat blijft bestaan als je daar niks aan doet. Hoe is het bevallen? Ja, echt, het was niet gemakkelijk. Heel veel woorden die ik nog nooit gehoord had. Er zijn wel meer dan 20 fouten. Ja. Nou, geweldig, geweldig dat je meedoet. Nou ja, ik ben blij dat ik me als liefhebber heb opgegeven. Het was, ik zag af en toe woorden dat ik denk van, hallo, waar gaat het over? Maar ik ben benieuwd. Ja. Ja, je kan hier ook niet op voorbereiden, hè? Het is heel veel op gevoel moet je doen. Ja, toch wel moeilijk hoor. Al die streepjes en die puntjes en die hoofdletters. Dus dan denk je dat je de Nederlandse taal aardig onder de knie hebt. Maar dan is je nu toch weer even met je neus op de feiten gedrukt. Hoe ging het? Ja, op zich wel goed. Ik weet niet. Op zich wel goed? Ik weet niet. Betekent het dat je dacht makkie? Nou, ik zie het wel als ik uitslag krijg, zeg maar. Fout schatje. Weet je niet, de helft of zo? Dat is geen makkie, denk ik dan, als je de helft fout zou hebben. Daarbij heb je geen voldoende. Echt geen flauw idee. Nou, oké. Okay. En jij? Ik heb echt geen idee. Het was, we hebben wel eens moeilijker geoefend, maar het zou ook alles fout kunnen hebben. Oké, okay, nou, we gaan het meemaken. Dank jullie wel. Nou, het was minder moeilijk dan vorig jaar. Als vorig jaar, dan vorig jaar. Punt. maar ik vond het toch wel weer moeilijk. Je moest, sommige dingen weet je wel, maar moet je even de tijd hebben om over te denken. En die krijg je dan niet, hè? Dus ik vond het toch wel weer moeilijk. Hoe ging het? Nou, ik mocht niet spieken bij René. Dat was jammer. En ik kon ook niet onder mijn petje vandaan gleuren. Dat viel te veel op. Ik durfde niet. Dus ik zit fout met de samenstellingen. Ja, daar heb ik veel fouten gemaakt. We zullen zien. Ik weet het niet precies. En René? Ja. Ja, en moeilijk. Kijk, heel veel dingen weet ik wel, omdat ik het ook doseer, maar toch maak ik weer fouten. Relax, heb ik een E tussen gedaan, terwijl de leerlingen zeggen, nee meneer, dat moet zonder het E. Nou ja, dat... Hoe leuk is dit? Ja, heel leuk, ja. Dat je docent Nederlands moet verbeteren. Ja. Ja. Maar je gaat twijfelen, dat is het probleem. Hè? Zeg het maar, hoe was het? Makkelijker dan vorig jaar. Stukken makkelijker. Wat zegt jou, wat zegt jouw gevoel over het resultaat? Nou, ik heb net even gekeken hier al op het antwoordblad en ik heb ongeveer wat ik verwacht had. Dus minder fouten dan vorig jaar, maar alsnog genoeg dingen fout. Nou, moeilijk. Dus, ja. Doet u dit vaker? Ik heb het nog nooit gedaan, dus het is voor mij de eerste keer. En wat was de reden om nu mee te doen? Leuk om het een keer mee te maken en het is voor een goed doel. Dus ja, en we doen met het team mee. En welk team zijn jullie? We zijn het laboratorium van het Sint-Jansdal ziekenhuis. Jullie werken allemaal op bij het laboratorium en zijn gespecialiseerd in de Nederlandse taal. Nou, dat hopen we dan maar. Nou, ik kan me voorstellen dat bij jullie wel heel nauw luistert hoe je iets textueel verwerkt. Dat klopt, maar de woorden die echt lab gerelateerd waren, die hoefden we zelf niet te schrijven. Dus daar ging het misschien mis. Maar ik trap altijd weer in en vaak komen dezelfde woorden weer terug, zoals nochtans en zo. Nu heb ik het wel goed, denk ik. Maar zoals van je welste en dat soort woorden, ik blijf het verkeerd doen. En de hele moeilijke, die gaan dan misschien nog wel makkelijker dan de vanzelfsprekende woorden? Nou, hele moeilijke, dat was die andere groep. Hè? Wij horen bij de liefhebbers. Heren, mag ik even inbreken? Jawel. Maar ik zie u eigenlijk al nakijken. Ja. We zijn even aan het kijken hoeveel foutjes we hebben. En, Nou, zeg het maar, wat vond u van de dictée? Het was hondsmoeilijk. En veel kwaliteit. Maar mooi dat het gebeurt, hè? In onze harde wijk. Hè? Leuk hoor, onze harde wijk, jawel hoor. En voor het goede doel. Zo is dat, ja. En dat is belangrijk. Harde wijk met de Academiestraat en de stad van Linnaeus. Hè? Ja, ik ben blij dat ik in de zaal rond mag lopen en geen pen vast heb. Nee, snap ik, ja. Ik vind het niet echt Nederlands hoor. Het is een beetje hogeschool. Ja. Maar goed, ik ben benieuwd. Ik ga ervan uit dat het goed is, maar het goede doel, dat is het belangrijkste. En of ik nou veel of weinig fouten heb, dat maakt dan niet zoveel uit. Gezellig zo, ja. En was je er ook een beetje relaxed onder? Oh ja, veel meer dan vorig jaar. Ja?
Ja, maar toen was de dictée ook heel moeilijk. Nu was het niet zo moeilijk? Nou, het was humoristisch. Dat was wel heel leuk. Het was relaxed. En het ED, hè? Mooi wat. We gaan het meemaken zo meteen. Nou, ik vond het wel zweten over sommige stukjes. Ja? Nee, ik vind het een leuke uitdaging om er weer wat van te leren ook. Dus, ja. En het mooiste is dat we samenkomen, dat we ook bezig zijn voor het goede doel. Hè? Ja, dat is mijn voornaamste reden om mee te doen. Ja, dan heb dus, heb ik heel weinig woorden meer aan toevoegen. En dan, nou, wat zal het resultaat zijn? Wat denkt u? ik weet niet hoeveel woorden erin stonden. Ik heb er zeker een paar goed, maar ik heb er ook zeker een aantal fout. Nou, hartstikke dat goed. Weet ik nu al. Dus, geniet lekker van ja, die ja, dat is leuk. Dus, en het is leuk dat we hier weer samenkomen in onze Harderwijk. Hoe vond u het? Ik vond het weer erg leuk om te doen. Ik had gedacht van, nou, hier kom ik goed mee weg. Maar als ik nou die lijst met de goede echte antwoorden zie, dan denk ik van, oei. Ik had mezelf voorgenomen, als ik 30 goed heb, ben ik tevreden. Nou, ik moet kijken of ik dat ga halen. Ja? Want de kleine instinkers of juist de moeilijke woorden? Juist die kleine instinkers, HAVO'ers en VWO'ers en ja, dat soort dingen. Dus ja, ik schrijf veel en ik lees veel, dus... Ja, het gewone huis en de keuken gebruikt, dat gaat wel. Maar dit soort gemene dingen.